Goedemiddag allemaal, van harte welkom bij Muzieklokaal, het programma waarin u kunt kennismaken met regionale artiesten. Vandaag gaan we het hebben over Jan Strijker en Wim Berends, twee muzikale mannen uit het zuiden van Drenthe die zich helemaal bezighouden met de blues. Nu is het hier nog helemaal leeg achter mij, maar zo dadelijk gaan zij hier optreden en zij noemen zichzelf Jan Sax en Bibi Wim. Clapton Walk is een nummer dat hebben wij zelf geschreven. Ik zeg wij, dit is Jans met onze gitarist uit onze vorige band. En als eerbetoon aan Eric Clapton hebben we het nummer de Clapton Walk genoemd. Het volgende liedje gaat eigenlijk over iemand die heel veel leuke dingen te doen heeft, maar gewoon iedere dag aan het werk moet. En hij zoekt naar zijn nieuwe grenzen, zijn nieuw frontier. The sea and the pavement turns to sand. That's the place he wants to be, his own neverland. Green leaves, white shores, could he ask for more? He's heading for his new frontier, his horizon's becoming clear, but he's still working from day to day. And he can change it anyway. He's gotta get out of this life. The only way he can survive. Take me to the place I go. It's my dream, my heart and soul. Take me to the place I want to be, wanna be. Take me where I wanna go. It's my dream, my heart and soul. Take me where I want to be, wanna be. I said, take me where I wanna go. It's my dream, my heart and soul. Take me where I want to be, wanna be. Yeah.
take me where I wanna go. It's my dream, my heart and soul. Take me where I want to be, wanna be. Take me where I wanna go. It's my dream, my heart and soul. Take me where I want to be, wanna be. I say, take me where I wanna go. It's my dream, my heart and soul. Take me where I want to be, wanna be. Dus het nummer heet Stormy Monday en Jans komt altijd aan met de storm op de saxofoon. Storm op de saxofoon. Ja. Well, they call it Stormy Monday and Tuesday just as bad. Stormy Monday and Tuesday's just as bad. Ooh, Wednesday's worse and Thursday drives me mad. On Friday and Saturday I go out to play. Where the eagle flies on Friday and Saturday I go out to play. Sunday I go to church. I'm gonna let them old hymns pray. Wim Berends, Jan Strijker. Hallo. Hallo, willen jullie wat nader voorstellen aan de kijkers? Ja, wij kennen elkaar al heel lang. We hebben 22 jaar in de band gespeeld. De Bee Eaters Band, die is vorig jaar december gestopt. Ja. En Jans en ik zijn de enige twee van de band die samen verder gaan
nu als dit moment als duo. Mm-hmm. Jan Sax en B.B. Wim. B.B. Wim. Waar staat B.B. voor? Voor Blues Boy. Kijk. Ja, kan niet missen. Dat is een beetje de gestolen van B.B. King natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dat, het moet kunnen. Het valt hier niet op in Noord-Oost-Overijssel. Aha. Nee, en wij muziek een beetje in ons hart zitten en we vonden het zonde om te stoppen met de band. En ik denk van nou, wij gaan door en we kijken of we met z'n tweeën wat neer kunnen zetten. Mm-hmm. Ja. En in het dagelijks leven? Ik werk op een school op de Nieuwe Veste in Koevorm en een vestiging in Hardenberg. Ja, en ik werk bij Smurfen Kappa in Hogeveen. Oké. Als logistiek coördinator. Dus hele andere werk. Heel andere werk. Daarom is het zo leuk om dit te doen. Precies. Als leuk tegenwicht. Mm-hmm. Ja. Maar ja, na 20 jaar Beeaters, ineens geen hele band meer om jullie heen. Mis je het of geeft het weer een nieuw soort vrijheid? Nou, het is eigenlijk een beetje een nieuwe start. Want het is als je met z'n tweeën speelt. Heb je eigenlijk best wel veel vrijheid ook. Ja. En dat is eigenlijk best wel leuk. Ja, ja. Het is makkelijk te organiseren, ook dat. Ja, met twee mannen is het makkelijker inderdaad. En, ja. En de muziek, we spelen een aantal nieuwe nummers, we spelen een aantal eigen nummers. Ja. Ook nummers van de oude band, maar ja, je krijgt een heel andere rolverdeling. Want nu doe alles met akoestisch gitaar en Jans die vult eigenlijk de hele muziekpartij in die anders de rest van de band invult. Ja. Dus, het is ook wel iets zwaarder werken dan met de hele band. Ja. Maar het geeft wel veel voldoening. Ja. 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 Dus bestaande nummers, eigen werk. Ja. Wat hebben jullie net laten horen? Stormy Monday, dat is een bestaand nummer. Ja. Daarvoor hebben wij New Frontier gespeeld. Dat is een nummer dat ik vorig jaar geschreven heb. En dat gaat ook over iemand die eigenlijk allerlei leuke dingen wil doen, maar die wordt wat beklemd in het feit dat hij moet werken en nog een aantal jaren moet werken. Nou, daar heb ik een nummer opgeschreven. Dat heb ik vorig jaar in Hofpoort op een singer-songwriter bijna. Wel een beetje, ja. Ik zou heel veel leuke dingen willen doen, maar ik heb er heel weinig tijd voor. Maar dat geldt voor ons allemaal. Ja, absoluut. Maar goed, van muziek kun je niet leven. Nee. Nou, althans niet wat wij doen. Ja. En dan is het heel mooi erbij. Zeker. Ja. Maar zeiden ze wel eens, hè, van... Zegt een bluesmuzikant die zegt van, laat dat me niet vertellen. Nou, jij maakt me nou nieuwsgierig. Nee, dat is een grapje van bluesmuzikanten. Er komt een bluesmuzikant bij de dokter. En je weet dat blues is heel slecht betaald. En die zegt, maar de dokter zegt tegen de bluesmuzikant, je hebt nog maar 2 maanden te leven, zegt de bluesmuzikant tegen de dokter, maar waarvan dan? Niks nieuws. Nee, van die muziek hoeven we niet qua inkomen te hebben, maar wel qua plezier. Ja, precies. En dat blijft gewoon heel leuk. Ja. We gaan graag naar jullie luisteren. Ja, oké. Rock is my pillow, cold round my bed. Blue sky's my blanket, blue light my spread. I'm not afraid. Been down, you know how I feel like an engine, but I ain't got no driving wheel. I'm not afraid, ain't that news, 'cause I've been living with the blues. Rock has been my pillow, a cold crown has been my bed, blue sky's been my blanket. My spread, oh yeah, you think I'm happy, you don't know my mind, smile on my face, but I'm worrying all the time. I'm not ashamed, ain't no news, 'cause I've been living with the blues. Shame.
16, daar heb ik geschreven in 1980, mijn eerste bandje. Ja, toen was ik zelf ook wat jonger. En dan zing je wat over een meisje van 16, maar het gaat nog steeds wel op, alleen de meisjes van 16 zijn wat ouder geworden. 16. You're 16 and you're out of my dream. Walked into my heart. You've been pretty close on the dark side. Know it from the start. And you've been running and lying and teasing and hiding in the way that your mother should know. But you're always on the run, looking out for fun. Going down to this place called Sun. I say you better run for the evil. Or it's catching up. I say you better run for the evil. Or it's catching up. Now you've been standing sometimes upon this lonely road, and you never feel alone. You never feel the pain of getting old. And you've been running and hiding, seeking and lighting in the way that your mother should know. But you're always on a run, looking up for fun. Going down to this place called Sun. I say you better run for the evil before it's catching on. I say you better run for the evil before it's catching on. Het volgende nummer is een eerbetoon aan Harry Miskee, Cube in the Blizzards. Harry Miskee is in 2011 overleden. En we hebben een nummer al bijna al 20 jaar op ons repertoire staan. En we doen graag voor jullie Window of My Eyes. See the rainy day, sitting in my
touch a hair of my poor room, looking for a way to be the one who I am. Well, it's useless to cry about the things I once had known, thinking it will come back and re-smile. It's like a distance, a distant face. It's like a shadow on my wall, something that I can touch. Heren, Wim, Jans, jullie lenen, als jullie spelen, nog wel eens wat nummers uit allerlei muziekstromingen en ook het zelfgeschreven werk kan alle kanten opgaan. Zijn er eigenlijk belangrijke onderscheidende items binnen de blues, binnen de folk, binnen de pop? Nou, met de blues is het meest wat Chicago-achtig gerichte bluesmuziek. Chicago-achtig, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, een beetje de Clapton-stijl, dat een aantal van die nummers. Ja. Nou, het is ook een beetje Muddy Waters misschien. Hè? Het gaat ook een beetje de blues-rock kant misschien soms een beetje op. Ja. Huh? Wat jullie doen. Blues-rock, pop, en we proberen nu eigenlijk meer een soort mengeling te maken. Van nummers die we mooi vinden, we hebben nu de gelegenheid, we hoeven alleen maar met z'n beiden te overleggen. Ja. Ja. Van welke nummers vinden we mooi en die gaan we dan spelen. Mm-hmm. Dus we spelen ook naast de blues, spelen we ook een nummer, vind ik zelf heel mooi, van Pink Floyd, Wish You Were Here. Mm. Ja, dat is natuurlijk, verwacht je niet als je met twee man staat daar, maar dat zijn ook nummers die ook ons wel heel goed passen. Betekent dat dan ook dat je die hele arrangementen moet herschrijven? Ja, Jans wel. Ik speel het zoals ik het speel. En ik ken de nummers dan die een heel breed repertoire hebben. Ja. Daar pikken we een nummer uit. En Jans die heeft een heel andere partij. Maar dat kun je wel. We beginnen dan te spelen. En dan kijk ik gewoon van wat is het, wat klinkt er het lekkerste bij? En wat vindt Wim ook? Wat is voor hem een steun bij zijn zang? En aan de hand daarvan speel ik dus. Mijn achtergrondpartijen, zeg maar. Mm-hmm. Dus het nummer komt ook gaandeweg tot stand? We proberen gewoon uit. Ja, je moet gewoon dingen proberen. Want dat is nou ook juist een van de leuke dingen van
muziek maken. Ja. En dat je dingen uitprobeert en ontdekt en dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, meestal doen we zo, we hebben een nummer die we graag willen spelen. Maar we zijn geen 100%, we maken geen 100% kopie van het nummer. We hebben het karakter van het nummer pakken we op. En dan geven we er gewoon een eigen draai aan. En dat geeft ons ook veel meer vrijheid. Want als je exact na gaat spelen, ja, dan is er ook, dan kun je net zo goed een cd opzetten. Ja. Via Spotify gaan luisteren. Ja. Ja. Dus probeer gewoon wel een eigen karakter te geven. Dat wordt allemaal een beetje naar jullie hand gezet. Ja, ook binnen onze mogelijkheden. Want niet iedere zanger en saxofonist kunnen alle nummers spelen. Ja. Dus je zoekt echt binnen de mogelijkheden waarbij je goed thuis voelt eigenlijk. Ja. 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 Is dat ook een beetje waarop jullie eigen werk tot, de manier waarop jullie eigen werk tot stand komt? Ja, dat vaak begin je met, als je een nieuw nummer hebt, dan je begint meestal met een akoestische gitaar thuis wat te doen. Ja. En dan ga je gewoon kijken met de band of met Jans van hoe kunnen we het beste inkleuren. Dus dan maak je eigenlijk het simpele basisidee komt vaak van één persoon. Ja. En dan maak je het weer compleet met thema's erin, met loopjes erin. Dus de Clapton Walk is gewoon een eenvoudig blueschema, maar er zit een bepaalde loper in, in de muziek. Nou, dat maakt het juist heel bijzonder. Ja, ja. Mooi, ja. En die akkoorden, dit blueschema bestaat al, maar dat thema, dat maak je dan zelf. Ja, dat is door de jaren heen, deed iedereen dat natuurlijk. Dat deden de Stones ook. Die deden natuurlijk, dat waren ook gewoon bluesakkoorden. Mm-hmm. En waar ze mee begonnen. Ja. Dat is iets waar je altijd op voort kunt borduren. Ja. Wat voor mensen komen er luisteren naar jullie? Ja, dat is heel verschillend. We zijn eigenlijk vorig jaar begonnen met z'n tweeën. Ja. Dus we hebben nog niet... Het is nog vers. Het is nog vers. Ja. Dus we zijn nog niet een band die, als duo, speel je wat kleinere settingen, wat kleinere cafeetjes en eens een keer bij een activiteit waar we tussendoor een aantal nummers spelen. Mm-hmm. Maar het zijn in de regel wel mensen die van, ik wil niet zeggen onze leeftijd, maar gewoon wel... We trekken het wel gemiddeld gezien blues en pop in het muziek, het publiek. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. En bij wat voor soort gelegenheden treden jullie op? Of willen jullie veel gaan optreden? Nou, kleine cafeetjes of tijdens een... Dat kan eigenlijk van alles zijn. Kijk, we zijn natuurlijk ook uitermate geschikt om als achtergrondmuziek wat te doen. Is dat niet vervelend om als muzikant beschouwd te worden? Nee, okay. Nee. Nee. Nee, want je hoort achteraf, hoor je dan toch weer van mensen die zeggen van, nou, ik vond het gewoon hartstikke leuk. Ja. Maar wat ook gewoon belangrijk is, dat je in zo'n kleine setting, dan hoeft het niet hard. Ja. En mensen vinden dat ook heel prettig, dat ze dan gewoon een praatje met elkaar kunnen maken, zonder dat de muziek te veel overheerst. Ja. 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 Maar goed, we kunnen ook in een concert setting kunnen we iets doen. Ja. En dat is ook wel leuk. Ja. We hopen in de toekomst nog veel van jullie te horen. Het zij met z'n tweeën, het zij met een nieuw ensemble of misschien nog wel een keer met de Beeaters. Maar voor dit moment wil ik jullie hartelijk bedanken voor het interview en voor het prachtige optreden. Ja, graag gedaan. Ook bedankt. Ook bedankt. Ja. Okay. Dit was het weer voor deze middag. Bedankt voor het kijken naar Muzieklokaal.